Hebben jullie mij wel gemist? Want ik jullie wel! Dit jaar wil ik nog steeds lekkere recepten voor jullie maken. Zijn jullie klaar voor? Oké, prima! Vandaag lekkere recept voor de mensen die geen vlees eten. Wat hebben wij nodig? Olijfolie. Roerbak. Twee verse tomaatjes. En twee eieren. Groene bovenkant van de tomaat moet eraf. En dan goed wassen. Twee eetlepels olijfolie. De zak met de roerbak was een beetje te groot voor de kleine koekpan. Dus dan heb ik het op een grotere gedaan. Dit moet zo blijven bakken. En in de tussentijd tomaten in blokjes snijden. Nu ongeveer voor 5 minuten dicht. 5 minuten later. Niet vergeten, soms mengen. Nou kan ik zeggen wat in de roerbak zit. Wortel, courgette, paprika, peterselie enzovoort. Ruikt heerlijk. Het kan meer dan 5 minuten duren, want het moet bakken tot al de groenten zacht zijn. Twee gaatjes maken en ei erin. Ziet er mooi uit, toch? Ziet er heel lekker uit. Eet smakelijk, iedereen.